Dramatische scènes op de A8 am Ierschenberg. Het tv-verslag op internet laat zien hoe heftig de brand in de Nederlandse touringcar is. Op de snelweg naar bij München gaat het zondagmorgen rond 1 uur helemaal mis. De reisibus stond bij het eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr bereits in volbrand. Personen waren hier niet meer in voertuig. Thuis in Lansingeland kunnen Arno en Inge alles ongedeerd navertellen. Hun bagage en vakantiefoto's zijn in de vlammen opgegaan. Deze iPhone-shots zijn nu hun souvenir. Ik heb op een gegeven moment, toen mijn vader stond op afstand, een foto gemaakt ervan. En maar andere mensen ook. Anderen stonden ook uitgebreid te filmen. En dat zie je dan weer via Facebook en dan krijg je van hun weer foto's. En vanuit de pers was er ook heel snel bij. Deze YouTube-beelden vormen nu hun vakantiefilm. De brand ontstond toen bijna alle passagiers lagen te slapen. Het zal je maar gebeuren dat je hier als een van de laatste uit moet vluchten. Ja, ik was zo duf. Ik dacht helemaal niet. Ik had alleen zoiets van, ik moet weg. En was de laatste die de bus uitging? Naar de buschauffeur. Dat was het eerste wat in me opkwam. Oh, ik moet mijn jas hebben. En dat is ook het enige wat ik eigenlijk mee heb genomen. Je pakt je jas en de toon van de buschauffeur veranderde van, opschieten de bus uit allemaal. En zag de vlammen achter me en stonk naar de lucht. Het besef was er allemaal niet. Ik ben doorgelopen en de buschauffeur dan achter mij aan. Over de afhandeling door de Duitse hulpdiensten en de Nederlandse reisorganisatie is het stellet Berkel tot nu toe zeer tevreden. Want het scheelde allemaal weinig. Zo'n anderhalve minuut, ongeveer 2 minuten nadat we weg waren gelopen, zagen we dit achterom. Toen had ik toch nog even wel... Maar toen hadden we ook nog niet het besef van, het gaat zo hard. Maar ja, als je dan die foto ziet, dan schrik je toch wel eigenlijk. Van de touringcar bleef, zoals u kunt zien, niets meer over.